De partiële lockdown heeft ook een grote impact op het werk van de disc jockeys. Dit zei DJ Andy Savado vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij wijst erop dat sinds de vergunningplichtige activiteiten door de lockdown zijn stopgezet, DJ's inkomsten derven. Savado zegt dat zij sterk afhankelijk zijn van, evenementen en clubs. Hij legt uit dat in normale gevallen DJ's meestal in het weekend werken en soms vanaf donderdag tot zondag. Ondanks zijn inkomsten derven toont deze groep volgens Savado begrip voor de situatie. Ik persoonlijk begrijp de stap en ik denk dat mijn collega's de stap ook wel begrijpen. Het gaat om de veiligheid van heel Suriname natuurlijk. Dus het is vervelend voor ons dat wij geen werk hebben en dat we geen inkomen hebben. Maar het is ook best logisch volgens mij dat er een lockdown is en dat de discotheken dicht zijn en evenementen. Weet je, dat er geen evenementen meer zijn. Dat is best logisch eigenlijk. En dat vind ik ook eigenlijk wel goed. Dat werk als DJ is jouw werk. Misschien heel persoonlijk, maar hoe doe jij het? Ja, ik ga in mijn reserve. Er is gelukkig wat gespaard. Ik vind dat je als persoon altijd moet sparen. Dus voor zo'n situatie, je weet niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Het kan met alles te maken hebben. Maar je moet altijd een reserve opbouwen. Ja, helaas ga ik nu in mijn reserve. Dus dat is gewoon het is een feit eigenlijk. Hoe lang hou je het nog vol? Ik kan het nog even volhouden. Verder zegt Savado dat mensen in de entertainmentsector creatief moeten blijven. Samen met andere DJ's houden ze hun fans van huis uit aangenaam bezig. Het is niet per se het idee van mij. Ik heb het in het buitenland gezien inderdaad. Ik ben er nooit een voorstander van geweest eigenlijk. Maar in deze tijd moet je wel, ik vind van dat je wel in contact moet blijven met je fans, om het even zo te noemen. En toen dacht ik van ja, we gaan het gewoon doen. En als we het doen, moeten we het gewoon goed doen. Dus ik heb wat mensen bij betrokken, wat collega-DJ's, een MC. We doen het gewoon in mijn keuken. En we draaien voor de mensen en het wordt heel goed bekeken. DJ Andy Savado vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald.